Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik heb me al opgemaakt. Want wij krijgen zometeen namelijk visite. Er kwamen allemaal vrienden van Milan langs van, die ook uploaden op Milan zijn kanaal en zo. En ik heb ook weer echt die perfect getimed. En dan baal ik me van mezelf dat ik woensdag niet gewoon heb opgenomen. En dat ik toen echt de hele dag eigenlijk niks heb gedaan. Want die jongens komen hier vanmiddag over de vloer en ik moet eigenlijk een video opnemen. Ik moet dan sporten en dan kom ik thuis en dan is het alweer donker. Dus ik moet heel even kijken hoe ik dat ga doen. Of dat ik morgenochtend wat eerder op ga staan en dan voor diezelfde dag nog een video ga opnemen. Dat moet in principe ook geen probleem zijn. In het begin deed ik dat eigenlijk bijna altijd. Of stelde ik het zo lang uit dat ik het altijd in het weekend deed. En zaterdag kan ik eventueel nog een video opnemen samen met Coco. Dus misschien dat ik dat ga doen. Een video ga maken over kletsen en opmaakvideo. Ik vind het altijd heel erg leuk om naar te kijken en ook om op te nemen. Dus wellicht dat ik die dan ga doen. Maar dan moet ik allemaal even kijken. Ik ga nu in ieder geval even snel ontbijten. En over een uurtje ongeveer. Oh, ik heb een bericht van Ikea. Ze hebben gisteren trouwens die kast opgehaald. Het was weer één grote ellende. Werd ik gebeld, stonden ze bij het hele verkeerde huisnummer in een hele verkeerde straat. Nou, uiteindelijk kwamen ze hier voor de HD Knol. Nou, ik weet niet hoor, maar in de hele naam Milan Knol zit geen D te bekennen. Oh, echt die service van de Ikea. Maar goed, we krijgen dus het geld terug. Uiteindelijk met heel veel moeite is de kast opgehaald. En krijgen we het geld terug. Dus dan gaan we gewoon op zoek naar een nieuwe badkamerkast. Heb jij nog een tip? Laat het zeker even weten. En ik ontvang het binnen nu in 2 weken. Nou, dat is ook wel een lekkere tijdje bestek. Maar goed, ik ga even lekker ontbijten. En als jij nog een goede badkamerkast weet waar je die kunt kopen, behalve Ikea, please. Laat het me even weten in de reacties. Thank you. Die man is vervelend aan het doen. Die jongen is echt niet helemaal goed in zijn hoofd. Sorry, jongen. Oké, ga die jongens maar ophalen. Twee, ga die jongens nou maar ophalen. Doei. Doei. En ik ben ondertussen een vlog aan het kijken en ik heb een lekker opkikkertje gemaakt. Ik heb net 2 rijstwafels op en soms ga ik heel veel een bakje aardbeien maken. Daar wou ik nog iets bij eten, een kiwi of zo. Want vanavond ga ik weer sporten, dus wij eten dan altijd wat later omdat ik niet met een volle maag wil gaan sporten. Mocht je trouwens iemand op de achtergrond horen, Pascal is inmiddels hier en er komen nog meer jongens aan. Michael, linktijger van vorige keer, die is er ook. En Harm en Jeremy en één gezellige boel, dus dat is heel erg leuk. En die komen gewoon gezellig chillen en ons nieuwe huis bekijken. En ik ga zo meteen heel veel contact opnemen met mama, want ik ben heel erg benieuwd hoe laat we morgen hierheen komen. Ik moet morgen dus nog eerst wel even een video opnemen. Ik heb het wel beter uitgeteamd, want uitgeteamd wat? Uitgetiefd. Ik heb het wel wat beter uitgerekend. Ik ga dus morgen mijn favoriete haarstijlen tutorial doen. En zondag komt de shoplog online. Want ik krijg ook nog een pakketje binnen van MostWanted.nl. En als het goed is, komt die morgen. Dus dan kan ik dat combineren. En dan wordt het gewoon een ultra lang shoplog, wat super leuk is. En er komt binnenkort een schoenenstijl video aan. En ik ga werken aan een ochtend- of avondroutine. Dus dat is wel heel erg tof. Dus je kunt veel leuke nieuwe video's verwachten op mijn kanaal. Sowieso ben ik bezig met een nieuwe serie. Waar ik nu nog niet te veel over wil verklappen. Maar dat wordt ook heel tof. En ik weet zeker dat jullie dat ook heel leuk vinden. En dat is voornamelijk voor mijn vrouwelijke kijkers. En ja. Ik ga lekker een vlog afkijken. De jongens zijn gearriveerd en die zijn heel veel samen met Milan de stad ingedoken. Ik kan dan nog heel veel in alle rust heel veel verder werken met wat ik moet doen. Ze hebben nog iets meegenomen. Hier een grote ronde doos met chips. Dus dat is super lekker en lief. En ze hebben een plantje meegenomen. Trouwens wel een hele leuke, hoe heet dat nou? Oh, ik kan niet op de naam. Zo vervelend. In ieder geval met deze pot. Ik heb hem even hiernaast gezet naast de bank. Omdat we al best wel veel planten hebben. We hebben hier al een boompje, ons bonsai boompje. Die, de bloemen van Monica zijn inmiddels wel tot een einde. Dus die ga ik weggooien. En natuurlijk hier hebben we ook al een hoop planten. Dus ik heb hem wel even naast de bank neergezet. Aangezien we nog steeds geen salontafel hebben. En hier komt hij toch wat leuker tot zijn recht. Er staat ook nog gezellig bij de bank. En trouwens hier ligt het knuffeltje wat Dolly gisteren helemaal heeft opgegeten. Maar aangezien Coco morgen komt. Denk ik achter kan Coco er ook nog heel veel leuk mee spelen. Dan is dit ons visite hondje knuffeltje. Dus die laat ik gewoon lekker op de grond liggen. En nu ga ik nog heel snel aan het werk. Om 6 uur wil ik me klaar gaan maken omdat ik weer ga sporten. En dan gaan we vanavond eten. Maar ik ga eerst heel even een bakje aardbeien klaarmaken met een kiwi. En heel even lekker ja, wat gaan eten. Gewoon kiwi door de aardbeien heen. En dan lekker opeten als lunch. Oké, ik heb net gesport. En
Ik ben zo dood van het sporten. Dat ik eigenlijk elke beweging die ik maak is te veel. Zelfs deze aardappelschillen is gewoon eigenlijk te veel. Maar ik ga nu meteen eten koken, want ik heb zo'n honger dat ik er misselijk van ben. En ik weet niet of jullie dat wel eens kennen. Dat je ergens zo'n... Oh, ik schil die halve aardappels weg. Ik ben helemaal niet met mijn gedachten erbij. Dat ik zo'n honger heb omdat ik gewoon niet echt heel goed had gegeten, denk ik, voordat ik ging sporten. Dat was wel vullend, maar ik zou dus maar nog iets van een broodje of zo moeten eten. Zodat ik wel, omdat we zo laat gaan eten. Maar ja, we gaan aardappels eten met sperziebonen, zuurtje en saucijsworst. En morgen om 11 uur komt mijn moeder. Ik ben echt die halve aardappel aan het verneuken, verkracht alles tegelijk. Ik was echt bang dat deze aardappels rot zou zijn. Ik weet niet hoe lang je een aardappel kunt bewaren, maar deze zijn nog van vorige week. En we hebben deze week wel een nieuwe zak gehaald, maar die is nog niet eens aangebroken. Maar ik vind het gewoon zonde om van die geschilde aardappels te kopen, terwijl je ze gewoon zelf makkelijk kunt schillen. Ik bedoel, zoveel werk is dit ook weer niet. En ik ga nog een extra aardappel pakken. En het eten is klaar. Milans bord ziet er zo uit, mijne ziet er zo uit. Maar wij gaan lekker dit opeten. Eet smakelijk. Ik kreeg vandaag een reactie dat je bijna niet meer te zien was in mijn vlog. Oh. Hij is er wel hoor. Oh, ja. Ik ben er nog elke dag. Hij is er elke dag. Elke dag zeg ik even dat ik ervan hou en dat ik het leuk vind. Ja toch? Ja, dat klopt. Dus alleen ik ben niet heel vaak meer in de vlog, want ik vind het niet zo leuk meer. Oh, houd toch op man. Hij is gewoon gestopt met YouTube denk ik. Nee. We doen gewoon ieder ons eigen ding. En ja. Vaak als ik vlog, dat is Milan aan het opnemen of gewoon op zijn kamer en zo. En als we dan wel even samen zijn, dan zijn we even samen. Ja. Maar morgen komt koken op me, man. Ja. Oeh, ik dacht dat ik het niet doen. Oh, ik heb... Oh nee, dan vallen alles eruit. Oh my god. Ik heb dit vanochtend helemaal opgeruimd. Oké, deze 5 vielen net door mij eruit, maar die andere, die willen waarop. Kijk, die zijn dood. Kijk dan, man. Dat is toch niet normaal? Hij moet nog wennen, man. Nee, deze, dit is... Met de boom fluisteren. Je moet wennen. Deze boom is zo kut. Dit is echt onze grootste miskoop die we hebben gedaan. Nee, onze. Jouwe. Ik heb niks aan die boom gedaan. Ik heb alleen getild, ik heb potgrond erin geflikkerd en ik heb hem daar neergezet. Dat is het enige wat ik heb gedaan. Jij, deze is wel leuk. Jij hebt hem gekocht. Dat heb ik ook allemaal niet gedaan. Ja, maar deze is wel leuk. Kijk, deze. Want jij vraagt dan aan mij, vind je dit leuk? En dan zeg ik gewoon ja, omdat ik zoiets heb van, ja, wat, het is gewoon een boom. Ja, maar wat is dus de fout? Dat jij hem hebt gekocht. De fout van die boom is dus, is dat hij met het seizoen meegaat. Dus ergens in de herfst of zo is hij helemaal kaal. En hij ziet er super leuk uit. En ik vind hem nog steeds heel erg mooi. Alleen het is zo kut. Ik heb het vanochtend echt allemaal opgeveegd. En morgen komt Coco en ik heb geen zin... Koken al die blaadjes gaat opvreten. Hè? En Wieland is niet alleen een bomenfluisteraar, maar ook een laptopfluisteraar. Oh. Omdat de laptop maakt nou geluid. En dan zie je Wieland meteen heel zorgzaam voelen of het wel goed met hem gaat. Gaan kijken of hij niet te warm was. Omdat jij zit hem dan daar op, maar je gebruikt niet dat ding wat we hebben. Ik ben naar achter. Hey, je moet dat ding gebruiken die we hebben. Oh ja, deze. Die moet je gebruiken, want... Kijk, dit zal ik je eens even een gouden tip geven voor je laptop. Nee, ik zweer het je. Dat snappen ze niet, Jill. Want jij doet het ook niet. Waarom hebben we dit ding gekocht? Echt wel, ik heb het best wel vaak gedaan. Dat zie je dan weer niet. Nee, inderdaad. Want ik heb al 3 keer dat ik hier kom en dat ik jou zie liggen. En dat jij dit ding niet gebruikt. Kijk hoeveel kussens ik daar neerleg als ik daar wil liggen. Ja, weet je, omdat dit gewoon zo'n kutbank is. Je legt van hier leg je dat ding op. Maar dan kan de lucht van de ventilatie van de lucht niet weg. Weet je wat ook is? Dan kan dat weg. Als ik een scheetje laat, dan kan de lucht ook niet weg. Oh my god. Dus dat is de gouden tip. Gebruik een harde om... Gebruik gewoon een harde. Er zijn knoopjes, je kunt hem wassen. Oh. Gebruik een harde ondergrond voor je laptop. Ja. Want anders dan kan die ventilatie... Oké, bedankt voor de tip. Dan gaat je laptop minder lang mee. Oké, bedankt voor de tip, hoor. Je bent alsof het allemaal kut is en zo. Ja, echt supergoed. Dus jij gunt je kijkers een kapotte laptop. Oké, nou weten we hoe Jill is. Oh, je bent zo nasty, hè? Nou weten we hoe Jill is. Ja, oké. Ga maar weer weg. Ik snap nou weer waarom je niemand aan mijn vlog zat. Fuck you. Kussen van Pip. Jullie krijgen een kusje van Pip. Milan. Godverdomme. Dus het speeltje voor Coco. Ja, next morgen. Doei. Ik ga editen.
is 11:45 en ik duik lekker mijn bed in. Ik heb 3 vlogs geëdit en daar ben ik blij om. En verder heb ik ook nog heel veel achter de schermen gewerkt vanmiddag. Dus dat is ook chill. Ik moet morgen nog even een video opnemen. Maar morgen om 11 uur is mijn moeder hier samen met Coco. Dus ik ga snel naar bed, want dan is het eerder morgen. En ik heb er gewoon heel veel zin in om Coco hier de hele week bij ons te hebben. En om mijn moeder natuurlijk weer te zien. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten en ik zie jullie morgen weer. Doei doei! Wat gebeurde er? Wat gebeurde er dan? Ik zag het niet eens. Het eten op de neus. Yeah.